Ja, voordat we naar al het geweld en de actualiteit gaan, even naar jou toe. Ik zei het net al voor de reclame. Jij hebt voor de loting gezorgd. Ja. Een hoogtepunt in je leven, hoe was het? Ja, fantastisch. Ja? Nee, dat zijn dingen die horen erbij. En het is altijd leuk om dat te doen, want je ontmoet dan weer bekenden. Dus, en ik was daar nog nooit geweest bij de UEFA, op het hoofdkantoor. Nee. Dus dat was ook leuk. En ik zag onze nieuwe bondscoach natuurlijk daar. Ja, en? Ja. Goeie klik gelijk? Ja, maar die heb ik altijd al met... Maar waarom ga je naar via de radio een open sollicitatie doen? Nee, dat is niet waar. Heb jij niet geluisterd? Wat? Heb ik niet mee? Nee, dat zijn weer dingen. Kijk, iedereen die dat interview gehoord heeft, die heeft gehoord dat... Wat ik hier ook op tafel heb gezegd, is dat ik een trainerschap ambieer. Ja. Dus dat is niet een open sollicitatie geweest richting Koeman. Alleen dat komt dan weer terug op alle stukken. Ja. Weet je, dan zie je dat weer als kop staan. Sneijder solliciteert naar plek bij Koeman. Ja. Dat is totaal niet aan de orde geweest. En dat zijn wel dingen, wat bijvoorbeeld een Steven Berghuis aanhaalde... dat er dingen geroepen worden en dan die weer anders vertaald worden... ja, dat is levensgevaarlijk. In mijn geval niet, want nee. Kan mij dan schelen over die open sollicitatie. Maar wel in zo'n geval van Berghuis. Ja, maar wie geeft je nu de schuld? Geef je dan de media de schuld? Jou nu weer, dat je het... Het is mijn schuld. Ja. Ja, het is mijn schuld. Ja. Maar die media, maar dat is ook natuurlijk de social media... die allemaal van die clickbaits nodig heeft om zulke leuke dingen te maken. Ja, dat is heel leuk, maar zit dan wel het juiste erboven. Ja, toch? Wat was het juiste geweest? Nee, dat was geen. Nou, inderdaad, dat ik het ambieer. Ja. Maar niet, dat was geen open sollicitatie. Maar heb je Koeman gesproken? Ja, zeker. Erover? Ja, 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 ja. Oh ja, en was hij positief over? Ja. Ja, ook dat. Ja. 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 Oké, okay, leuk. Maar ja, dat zijn dingen, Wim, dat weet je ook, dat ga ik niet hier op tafel gooien. Tuurlijk wel. Nee, tuurlijk niet. Toch, zeg, hoor. Nee, ik heb, weet je, dat zijn dingen die heb ik met hem besproken. En Guido Abels was erbij. Ja, je zaakbeneden. Ja, het was gewoon een leuk gesprek. En meer niet. Ja, maar concreet, het gaat gewoon gebeuren. Jij gaat met nee. hem. Nee. Nee? Concreet gaan we verder nu. Nou ja, sorry, maar we gunnen jou dat allemaal. Ja, dat weet ik allemaal, Wilfred. Maar nee, we zijn niet, ik ben niet weggevlogen met het idee dat ik daar sta. Nee, maar je ging er ook naartoe om Severin te spreken... om te kijken of je een korte cursus kon volgen. En Severin die zat in een uitgelopen vergadering. Ja. Maar ik heb wel inderdaad mensen van de delegatie gesproken. Want ja, dat was wel waar ik daarvan naartoe ging... om mensen te spreken wat betreft mijn cursus. Ja. Nou ja, en daarin ben ik wel een stap verder gekomen. Ja, gaat het weer lukken? Ja, maar Seuner voor dat... Hij gaat het doen. Hij krijgt een korte cursus. Wacht nou even, nee. Oh. Dat zegt hij toch? Laat Wim nou eens even praten, man. Nee, maar kijk, dat traject Koeman, daar hebben wij het ook wel eens over gehad. Ja, ja. Weet je? En dat zou natuurlijk ideaal zijn om daar mee te lopen. Maar zolang de KNVB zegt dat je dat niet kan... Nigel de Jong misschien binnenkort, die dat kan veranderen. Ja, dan moet je echt die regels gaan veranderen. Nee, maar dat natuurlijk is dat stukje maatwerk waar we het over hebben gehad. Ja. En dat krijg je er niet in, daar. Weet je, bij de KNVB. En ik heb niet gezegd, treed ik weer in herhaling... dat ik geen cursus wil volgen. Alleen op een aangepaste manier. Ja, zoals Jaap Stam dat ook wilde toen. Ah, dat weet ik niet, maar dat is het enige wat ik heb gezegd. Alleen, dat kunnen ze niet... Ja, ze hebben het wel gedaan ooit met Gullit, Rijkaard, Van Basten en Koeman. Cruijff ook natuurlijk. Cruijff kreeg ook heel snel zijn papier. Cruijff staat dan nog net even... Ja, maar record international. Ja. Absoluut, absoluut. Maar nog even, je hebt het nu geregeld met Severin zijn delegatie. Nee, ik heb wat openingen gekregen... en waar ik rustig over moet nagaan denken. Okay. Ja. Nou, maar dat zijn wel leuke dingen. Maar nogmaals, het zou natuurlijk mooi zijn... als je in een ander stukje, het stukje maatwerk, als ik daar mee kan... of het nou bij Koeman is of bij iemand anders. Ja, advocaat bijvoorbeeld, hebben we het ook over gehad. Ja,